Ik ben niet zo'n keukenprinses, maar ik weet gewoon zeker dat als ik hier observeer, dat iedereen denkt, dat is wat lekker. Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze shopvlog op het kanaal van Action. Ik ben Larissa Bruin en misschien ken je mij van mijn eigen YouTube kanaal. Eerder heb ik ook al wat video's voor Action gemaakt waarin ik bijvoorbeeld een stijltang en maskertjes ging testen. Dus mocht je die ook willen checken, dan vind je die hier of hier in het i'tje. Vandaag ga ik dus een shopvlog aan jullie laten zien. Ik heb heel veel leuke dingen gekocht. Er zit geen thema in deze shopvlog, dus ik heb echt van alles gevonden. Het is ook een super grote en best wel zware tas. Nou, ik kan niet wachten om alles aan jullie te laten zien, dus laten we maar gewoon meteen gaan beginnen. Oké, laten we gewoon meteen beginnen met een topper. Alles is natuurlijk top, maar dit is echt een topper. Want dit is zoiets wat je dan bij de Action weer echt lekker goedkoop kunt vinden, terwijl het in andere winkels gewoon veel duurder is. Dit is een tray, met ook een spiegeltje daarin. En dit kan je natuurlijk voor verschillende doeleinden gebruiken. Je zou er kaarsjes op kunnen zetten. Zij hebben er hier ook wat home dingetjes op gezet. Bijvoorbeeld van die geurstokjes of zo. Maar je kunt het ook eventueel gebruiken om make-up op neer te zetten. En dat ziet er dan gewoon in één keer zo impressive uit. En deze is €4,99. Vind ik echt een hele mooie prijs voor zoiets. Dan heb ik dus een ding met mokken. Ja, ik zei al dat we echt van hot naar her gaan. En nu heb ik dus een hele leuke mok gevonden. En ik vind het leuk om dan ook overal weer een ander soort mok te vinden. Nu vond ik dus deze waarop staat Keep Your Crazy Parrot Spirit. En er staat dus ook een parrot op, ofwel een papegaaitje. Nou, heel gezellig. Dus het is eigenlijk gewoon een tropical koffiebeker. En deze was €1,99. Ik denk dat dit mijn favorieten gaan zijn. Nou, ik zeg dat altijd weer. Ik kies altijd favorietjes, maar dat is eigenlijk gewoon niet eerlijk voor mij, want het is allemaal heel erg leuk. Dit zijn dus van die onderleggers, ofwel placemats. Voor decoratie staat er. Maar nou ja, hier kan je dus heel leuk je pannetjes op neerzetten. Elk eten gaat er gewoon beter uitzien. Ik ben niet zo'n keukenprinses, maar ik weet gewoon zeker dat als ik hier observeer, dat iedereen denkt, dat is wat lekker. En deze zijn €1,95 per stuit. Vind ik echt top eruit zien. Lekker die boho vibes. Nou had ik dus al heel lang een blender nodig. Eigenlijk heb ik wel een blender, maar niet zo'n handblender. Die je bijvoorbeeld ook in een pannetje kan gebruiken als je iets van soep gaat maken of zo. En hier heb ik meteen een volledige handblender set gevonden. Dit is 3-in-1, dus hierin zit een stick mixer, een chopper en een whisk. Nou, laten we hem gewoon eventjes uitpakken en kijken wat ik allemaal tevoorschijn tover. Oh, wauw. Hij is eigenlijk best wel groot als ik het zo bekijk. Ik had iets kleiners verwacht, maar dit is een fijne verrassing. Even kijken hoor. Professioneel. Dit ziet er goed uit. En hier dan weer een ander opzetstukje waar je lekker je pannenkoeken mee kunt klaarmaken. Kijk, hiermee kan je ook gewoon lekker blenden. Jongens, dit is gewoon een complete set. En dit voor €12,50. Dan heb ik ook wat kaarten gehaald. Ik vind het dus altijd heel erg leuk om kaarten te halen bij de Action. Want die verbazen me altijd weer. Die zijn echt heel erg leuk. Dus ik heb wat kaarten voor alle baby's die er geboren worden in mijn vriendengroep. Eentje voor een jongen, eentje voor een meisje. Ik weet nog niet wat het allemaal gaat worden. En dan heb ik ook wat verjaardagskaarten. Dit zijn echt van die verjaardagskaarten die, kijk, hier gebeurt ook gewoon nog wat. Enjoy your special day staat erin. Ik vind het hele leuke kaarten, want het is gewoon niet zo'n simpele kaart, weet je wel. Maar er wordt ook nog een beetje op geborduurd en er zitten wat stickertjes op en weet ik het wat allemaal. Nou, vind ik heel erg gezellig. En lekker makkelijk om alvast in huis te hebben. Dat als iemand jarig is, dat je dan gewoon daar even simpel naar kan grijpen en gewoon altijd een leuke kaart bij de hand hebt. En deze zijn allemaal €0,59 per stuk. Ik heb ook wat handdoeken meegenomen. Ik vind het altijd heel fijn om gewoon lekkere zachte handdoeken te hebben. En dit zijn dan bamboe handdoeken. Ja, ze zijn ultra soft en extra absorbing. Dus ze absorberen lekker goed. En daarnaast staat er ook dat het environmentally friendly processed is. Dus het is er is helemaal rekening gehouden met het milieu. Dat is natuurlijk ook fijn om te weten. Die is €5,95 en dan heb ik hier nog een handdoek. En hieraan zitten van die leuke franjes. Dit is een lichtgrijze. En die zijn ook heel erg leuk om eventueel op te hangen in je douche of in de badkamer of in het toilet of wat dan ook. Omdat ze er dus ook nog gewoon een beetje leuk uitzien. En die is €3,99. Nou, voor de mensen die mijn kanaal kennen, ik haal altijd een kaars bij de Action. En dit keer ging ik voor de Savannah. Ook weer een geurkaars. En hij ruikt een beetje zoet. Nou, ook wel een beetje naar vanille. Ik ben gek op vanillekaarsen. En deze is €1,99. Past eventueel ook wel heel goed op deze tray. Waar ik nu trouwens de beker op gezet heb. Maar kijk, dit kan heel leuk gaan werken allemaal.
Dan heb ik ook earbuds meegenomen. Zij noemen het earbuds alsof het je buddies zijn. Maar dat zijn eigenlijk dus van die AirPods. En deze zijn €9,95. Ze hebben hem met witte doosjes, maar ik koos natuurlijk voor de gouden. En ik ben heel erg benieuwd of dit ook daadwerkelijk werkt. Mocht een van jullie hem nou al gekocht hebben, laat dan eventjes weten in de reacties wat je ervan vond. Dan heb ik ook een notitieblokje meegenomen. Ook notitieblokjes haal ik heel vaak bij de Action. Gewoon omdat ze natuurlijk lekker betaalbaar zijn. Maar ze zijn ook echt heel erg leuk. Deze vond ik heel mooi. Er staat op The Next Big Thing. En het is dan een zwarte, waarvan je misschien denkt een beetje saai. Maar met goud. Gouden bladeren. Althans, de bladeren zijn natuurlijk niet helemaal goud. Maar hij is wel mooi afgezet met goud. Dus dat vond ik er heel leuk uitzien. Nou, en er zit ook zo'n houdertje aan met meteen een pennetje. Super handig. En deze was €2,95. Dan ga ik volgende week een hele leuke strandshoplog doen. En daar had ik deze alvast voor meegenomen. Dit is een Aftersun Facial Mask. Met andere woorden, een masker dat je dus na het zonnen kunt gebruiken. En wat dan met aloe vera is. En deze is €59. Ik vind hem er heel lekker zomers uitzien. Ik ben hier wel benieuwd naar. Dan lijkt dit dus op een gewone sleutelhanger. Maar dit is niet gewoon een sleutelhanger. Want hier zitten ook wat kabeltjes aan. Waarmee je, nou ja, al je apparatuur kan opladen. We hebben een USB-stick. We hebben een ingang voor de iPhone. En voor de Android. En verder zit daar dus een sjaaltje aan. Dus dit kan je echt heel leuk aan een tasje hangen. Of aan, nou ja, aan je sleutelhanger natuurlijk. En dan is het niet alleen maar leuk om te zien, maar ook heel handig in gebruik. En deze was €2,95. Dan voor al die dagen dat ik niet de keukenprinses uit wil hangen, heb ik een pizzasnijder meegenomen. Dus ja, pizza is always a good idea. En deze is €0,99. Ik ben trouwens wel benieuwd. Zijn jullie team pizza knip of team pizza snijden? En wat vinden jullie van de Hawaii pizza waar dus een ananas op je pizza zit? Laat het even weten in de comments. Zelf ben ik dus overduidelijk een snijder. Alhoewel ik deze nog niet had, wat eigenlijk wel een beetje gek is. En ja, ik hou dus wel gewoon van ananas op mijn pizza. Dan heb ik foodies meegenomen. Deze neem ik ook echt bijna altijd mee. Dit is een microvezel en het zijn van die kleine sokjes die heel gemakkelijk zijn voor in je sneakers. Ik vind ze heel erg comfortabel. Er staat hier dat ze ook nog breathable zijn. Super soft, lightweight fabric. Nou, ik ben helemaal onder de indruk. En deze zijn €1,28. Dan kwam ik op de valreep ook dit nog eventjes tegen. Dit is een eau de toilette. Die ga ik ook echt in mijn toilet doen. Ik vind hem er gewoon zo mooi uitzien. En dat niet alleen. Deze ruikt ook. Deze ruikt zo lekker. Het ruikt een beetje naar de spa of zo. Ja, sorry dat jullie niet mee kunnen gaan in dit spa-moment van mij. Maar het ruikt echt heel erg lekker. Het is van Mash. Of Masho? Mash. Mash. En dit is dan de geur Sensuel. Er waren nog meer geuren, maar dit is mijn favoriet. Ik vond het wel jammer dat ze er maar eentje hadden. Anders had ik er absoluut meerdere meegenomen. En deze is €1,79. Dan heb ik ook vaseline meegenomen. Tegen natuurlijk droge lippen. En vooral in de zomer vind ik dit heel erg fijn. Maar ik heb me ook laten vertellen dat het heel goed is om dit te gebruiken onder je lipstick. Want dan blijft je lipstick beter zitten. Dit is dan met cacao butter. Dus cacao boter. Als het goed is, ruikt deze ook heel lekker. Laten we meteen even checken. Ja, oh mijn god. Dit ruikt eigenlijk een beetje naar die vanillekaars die ik nu dus niet gehaald heb. Dus iedereen die daar moeite mee heeft, dan krijg ik daar nog wel eens reacties over als ik het vergeet. Ik heb wel in ieder geval een lippie die me heel erg aan vanillekaars doet denken. Oh, dit is zo lekker zacht. En deze is €0,78. Echt top. Ik hoop dat jullie eventjes je duimpje omhoog doen voor deze video. Vergeet dus niet om te abonneren, zodat je de video's niet meer mist. Nou, dan was dat alles wat ik dit keer heb geshopt. Maar over 2 weken zien jullie me weer op dit kanaal. En dan heb ik iets heel erg leuks, namelijk een strandshoplog. En hopelijk tot snel. Doeg!